Goedendag, welkom bij Skyline Televisie. U kijkt naar uh, Reactor, het nieuws- en achtergrondenprogramma van Skyline Televisie. Um, waarin we vandaag aandacht besteden aan het jubileum van Badminton Club Slammis uh, 67 uit Uden. Die vieren dit jaar feest, een gouden jubileum. En dat wordt uiteraard gevierd. Komend weekend is het jeugdtoernooi, een jeugdfeest en een oud toernooi. Met aansluitend een receptie. Hoe de vereniging is ontstaan, of ze grote succes hebben behaald in het verleden en of de vereniging er over 50 jaar nog is. Daarna ben ik erg benieuwd en ik hoop dat vandaag te horen van mijn gast Joost van Hees. Welkom. Joost, je Dankjewel. bent de voorzitter van de badmintonclub. Club. Klopt helemaal. Slam is of sla mis? Wat is het eigenlijk? Het is sla -um is. Sla -um mis. Sla -um is. Sla -um is. En wat staat het eigenlijk voor? Nou, ik denk dat, ik heb begrepen bij de overlevering dat de oprichters het uh, eigenlijk uh, een beetje ludiek, ludiek bedoeld hadden. Ja. Ja? Niet sla raak, maar er was al een club die BC Sla Raak heette. Maar we gaan mislaan. Maar onze overlevering zegt van: het is op zijn uur sla een mis. Sla, mis, dus sla mis. een mis. Het ja? is raak een mis. Ja, sla een mis. Oké. Okay. Um, jullie zijn dit jaar in jullie jubileumjaar, het vijftigste jaar van jullie vereniging. Hebben jullie daar dit jaar al aandacht aan besteed? Jazeker, we, hebben, we zijn begonnen met de kick-off en we hebben uh, op, uh, in april, toen we vijf jaar bestonden, hebben we Evi Muskens uh, op bezoek gehad, een topspeelster uit Ghole, dus uit een Brabantse en die is uh, vorig jaar achtste geworden op de Olympische spelen. Ja, en uh, die heeft bij onze kliniek gegeven en dat viel met name bij de jeugd uh, erg goed. Ja. ja, veel handtekeningenjagers en, uh, ja, en en top, Benton. Dan zijn wij toch maar een kleintje. Ja. Ja, hebben Hebben jullie er iets van kunnen leren ook? Uh... Ja, zeker. We hebben er uh, veel van uh, kunnen leren. Misschien wel uh, dat zij ook aangaf van. meedoen is ja, belangrijker dan winnen. Terwijl ze natuurlijk zelf op topniveau altijd wil winnen. Maar je kunt niet altijd winnen. Maar ieder spelletje is wel gewoon leuk. Ja. Ieder spelletje is, een, is leuk. Nou, we gaan het daar dadelijk over hebben. Want ik ben heel benieuwd uh, of jullie in het verleden ook uh, succes hebben behaald met uh, Slamis. Uh, en uh, daar gaan we dadelijk horen. Maar we gaan eerst even kijken naar uh, de actualiteiten van uh, de afgelopen dagen. De brandweer van Uden hield maandagavond een oefening in de oude lichtfabriek van Philips in Uden. Om vaardigheden en kennis van de brandweer op Peil te houden, oefent de brandweer regelmatig. Op basis van telkens wisselende thema's en specialismen zetten de oefenleiders oefening uit. Altijd gebaseerd op waarheidsgetrouwe scenario's. In het reactorprogramma van aanstaande maandag ziet u meer over deze oefening. In 2018 wordt de kruising rondweg Industrielaan gerenoveerd... ...inclusief de kruising met de Hoevenseweg en de noordelijke ingang van het industrieterrein Vluchthoort. Het asfalt, de verlichting en verkeersinstallaties zijn aan vervanging toe. Na de beide rijbanen van de Industrielaan is deze kruising nu het laatste onderdeel van een grootschalige renovatieproject... En ter voorbereiding van deze renovatie organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor aanwonenden, aanliggende bedrijven en overige belanghebbenden op maandag 10 juli in Basisschool De Vlonder in Uden. U kunt deze avond op elk gewend moment tussen half zeven en negen uur binnenlopen om informatie in te winnen of uw ideeën te delen. U hoeft zich niet aan te melden van tevoren. Er zijn verschillende vertegenwoordigers van de gemeente en verkeersdeskundigen aanwezig die u kunnen informeren. De Udense badmintonclub Slamis bestaat uh, 50 jaar. En dat wordt gevierd komend weekend met een uh, heel programma. Daar gaan we het straks even over hebben. Maar eerst even een vraag aan de voorzitter Joost van Hees. Joost, uh, hoe is de vereniging eigenlijk ontstaan? Uh, de vereniging is ontstaan door uh, ja, vijf jaar terug door een aantal mensen die uh, ja, wilden gaan badmintonnen. In de zestigerde jaren was men ook wel op zoek naar niet alleen voetbal, maar ook naar wat nieuwe sporten. Uh -huh. En uh, toen zijn er een aantal mensen, deels die bij de Mars werkten en deels bij... Uh, de vliegbasis die zijn gaan badminton in de zaal van Hees en Volkel. Ik heb niet kunnen achterhalen waar die zaal eigenlijk gestaan heeft, maar daar is het begonnen, in een klein uh, zaaltje. Ik ben zelf ook 48 jaar geleden in een andere plaats in Brabant, in Alf ook begonnen in een klein zaaltje. En zo is het eigenlijk uh, begonnen. Maar waarom ben jij gaan badmintonnen? Waarom, waarom ben je niet gaan voetballen? Uh, Want dat is toch wat mannen eigenlijk, uh, jongens eigenlijk deden? Ja precies, maar uh, uh, ik had te weinig talent voor voetbal. Ja, En ik had één jaar getennist en ik denk dat is het ook niet, dus dan ben ik gaan badmintonnen. Ja, ja. Ja? Dus uh, ingewikkelder was het niet, nee, was het ja, niet. En, ik, en ik ben er aan, uh, aan blijven hangen. Ja, ja. Maar uh, je zegt, de vereniging is begonnen in, uh, in, in Volkel dus eigenlijk, daar zijn ze begonnen met spelen. Uh, uiteindelijk zijn ze in Uden terecht gekomen. Ja, ze hebben even in Volkel gespeeld, daarna zijn ze in, uh, in Uden terecht gekomen, eerst in de Markthal. Daar heb ik zelf ook nog gespeeld, want ik ben bijna 25 jaar lid van deze club ja, toen ik naar Uden verhuisd uh, ben. Eerst in de Maachtal met een harde betonnen vloer. Ja. En later in de Deel, daar heb ik ook nog gespeeld. Die is er niet meer. En, en de Maachtal ook niet hè? Nee, dus, ook uh... niet. En weer later in de Sticht. De ja, en ja, daar spelen we nu eigenlijk vooral. Ja. In de Sticht. Dat is In de sticht. Een, dat is ook, want jullie hebben geen vast clubhuis of uh, zaal waar je speelt? Nou, de Sticht is wel onze, onze home, zeg maar. Okay. Daar spelen we twee keer per week, op dinsdag en donderdag. Eerst met de jeugd en dan met de senioren. Mm -hmm. En dat is wel, uh, ja, dat is wel ons, uh, ons home. Ja? Ja. Dus uh, de kantine is al maanden versierd met uh, ballonnen en met alle attributen van slam is. Ja, 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 ja? Ja, ja. Dus iedereen, iedereen moet het uh, weten, want we willen zeker. Uh, die tweede vijftig jaar ook kan halen. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, dat zei ik straks al, want ik ben benieuwd of je dat gaat halen. Maar de wil, de wil is er in ieder geval. Ja, de wil is er. Ja. Um, um, Wat het spelletje zeg maar, in die tijd, vijftig jaar geleden, was het anders? Werd het anders gespeeld als dat het nu wordt gespeeld, het, het badminton? Uh, het was zeker wel anders, denk ik. Toen ik begon, dus 48 jaar geleden, speelde ik met een houten racket. Ja. Ja, dus uh, tegenwoordig zijn die dingen natuurlijk uh, allemaal van high-tech materiaal en veel uh, lichter. Lichte. Ja, en uh, de, de spelregels zijn ook wel uh, een paar keer veranderd. Eigenlijk om het met name voor het publiek attractie, attractiever te maken. Mm -hmm. Dus de, de, de regels zijn tussentijds wel veranderd, maar de essentie van het spelletje, ja, met name dus dat je ja, je, hele, uh, je hele lichaam gebruikt en dat het een snel spelletje is. En uh, uh, stevige reddings, dat, dat is eigenlijk niet veranderd. Ja? Nee. Maar het niveau is natuurlijk wel uh, gestegen. Anders hadden we ook geen Nederlander op de Olympische Spelen gehad. Ja, en in die tijd denk ik dat er zelfs niet geen sport was op de Olympische Spelen. Nee. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, nee, dat is ook waarschijnlijk <laughs> ook gegroeid uiteindelijk. Ja, hè? Ja, ja. Um, wat, wat zijn voor de vereniging, zeg maar, wat zijn de gloriejaren geweest? Wat zijn de, de belangrijkste jaren geweest voor, uh, voor jullie vereniging? De gloriejaren die zijn geweest in de eerste 25 jaar. Dus die heb ik alleen maar uit overlevering, want ik was zelf hier niet bij de club. Maar uh, toen de club begonnen is, na 10, 15 jaar werden in Ude landelijke toernooien gespeeld. Speelde landelijke competitie, dus in de, ja, in, in de hoogste divisie speelden ze mee. Mm -hmm. Een ledenaantal, denk ik, van 175. Ja? Dus uh, duidelijk meer dan uh, nu. Dat nu heb je er ongeveer een... tegen de 100. Tegen de 100, ja? 100. We ja. moeten dit jaar de 100 weer overschrijden. Halen, ja. Ja. Ja? Maar dat waren, denk ik, wel de hoogtijdagen. Ik heb nog wel met mensen gesproken die uh, ja, een tandje ouder zijn dan ik. en die de club ook weer opgericht hebben of die gespeeld hebben. En die, ja, die praten nog met veel enthousiasme over die beginjaren. Uh, waarbij ze zeg maar, uh, landelijke toernooien speelden en uh, met name ook uh, Vekkel de Loef afst afstaken. En dat en op... is altijd en... interessant. Hè? En op de dag van vandaag is het Vekkel die landelijk speelt, okay. ja? dus in de, in de landelijke divisie. En wij zijn blij dat we met ons eerste team in de eerste divisie spelen van de Brabantse Bond. Okay. Dat vinden wij ook al goed, want dan spelen we met veren shuttles. Dit zijn Nijland shuttles, yeah. maar ons eerste team. En de toppers die spelen met verenchutters. Okay. Ja, die handmade uh, zijn uit China. Okay. Ja, dus dat is de echte werk. Werd er dan, uh, zeg maar in de, in de jaren dus dat er grote successen werden gehad, dus dat ze landelijk speelden. Werd er dan ook bijvoorbeeld betaald voor, uh, zeg maar, voor nee, topspelers? Nee, nee, of was, nee. waren het echt spelers hier uit het Udense, het Volkse, uh, die gewoon lid van de club waren? Ja, die waren gewoon lid, lid van de club. Er okay. waren no nog wat mensen met. Uh, uh, met een uh, in, uh, Indische achtergrond, ja. uit de basis. Hè, want het spel komt zeg maar, uh, met name uit China en uit Scandinavië. Daar wordt het spel eigenlijk op het hoogste niveau gespeeld, als je het mondiaal bekijkt. Okay. Dus die versterkte de, de club ook mee. Zeg maar. maar er waren gewoon een aantal uh, ja, hele lokale talenten, om het zo maar te zeggen. Van de familie Gevers, de familie van de Burgt. Ja, vaak zijn het ook families die dan de toon uh, zetten. Ja, ja. En dan zie je ook dat die in de loop der jaren ook altijd lid blijven dan van de Verenigde Dus dat het overgaat zeg maar, van vader of zoon of dochter. Ja, uh... is, is wel iets minder geworden ja, ja. Ja, de laatste jaren, maar dat element zit er altijd wel in. We zien hm. nu ook weer bij onze jeugdafdeling, is goed gegroeid de laatste maanden. En dan zien we toch uh, menige jeugdspeler, en dan komt pa of ma ook mee. En die hebben Rijkt. ook een ja, ja. ja, Maar die zijn even gestopt. Hè? Hm. Dus, uh... En waarom zijn ze dan gestopt? Ja, ik denk niet vanwege de Bempton, ja, want Bempton is op zich niet blessure gevoelig, maar ik zie toch wel bij veel mensen in deze ja, drukke tijd dat, bij het krijgen van een gezin en, al, en, en allebei werken, dan is het niet makkelijk voor iedereen om uh, ook nog allemaal te sporten. Dus dan zeggen pa, maar af en toe een stapje terug, en dan, als de kinderen weer wat groter zijn, ja, dus, uh, 10, 12 of zo. Dan uh, halen wij ze ook over natuurlijk dat ze ook weer, ook weer komen ja. bij ja. ja? dus. Hoe belangrijk is het voor jullie als bijvoorbeeld uh, nationale, wat je net ook liet zien, als er iemand deelneemt aan de Olympische Spelen of als er een nationaal of misschien een Europees succes wordt gehaald, hoe belangrijk is dat voor zeg maar, de, de aandacht voor, voor jullie als lokale vereniging? Dat heeft altijd wel een bepaald effect. Ja. Mm. Maar je moet ook wel zo eerlijk zijn dat ja, Bempton staat niet bij de top 5. En misschien zelfs niet bij de top 10. Ja. En toen ik begon te sporten, waren er misschien maar vijf sporten. Maar van de voetbal en de volleybal, et cetera. Yeah. Maar op de dag van vandaag, als ik kijk wat de jeugd aangeboden krijgt, ...ja, er zijn wel veertig sporten in Ude. Mm. Ja, die je kunt gaan doen. Dus er is ook uh, ja, veel te kiezen. Dus in die zin is het ook, uh, ja, is het ook best moeilijk om. Uh, ja, om, om, uh, ja om, om. Die rechtstreeks invloed is er niet. Maar wat wij wel zelf heel veel doen. het laatste jaar, de laatste paar jaren. Mm -hmm. is bij de scholen zeg maar. Uh, uh, clinics geven. Dus ja, zelf ja. geen topclinics. maar gewoon onze eigen clinics. En dan zie je gewoon dat eigenlijk. de, de meesten gewoon een kennen. net als jij en ik van, van de camping. Ja. Ja, dat kennen we allemaal. Ja, gewoon statisch ja. bemetonnen. Ja. Niet te moe worden. op tijd een ijsje. Ja, maar wel leuk, hè? Ja, wel gezellig. Maar, maar wel leuk. Ja. Ja, maar als je dan de kinderen. even wat laat zien. Ja, hoe snel het kan gaan. Bij ja? bepaalde technieken. Want hoe snel zo'n shuttle kan gaan. Ja, ja. Bij de toppers: nee, 400 echt. kilometer per uur. 400. Dat is Bij de echte, snel. echte toppers. Hè? Ja, ja. Ja? Dus, uh, maar als de kinderen dan gewoon ons bescheiden niveau zien. Ja? Mm. dan zien ze ook dat de als sport heel iets anders is. dan als, als zeg maar op de camping. En eigenlijk hebben we daar het meest last van. Dat zit zo diep bij iedereen. Ja? Ja, ja, ja. Campingbebeton. Je hebt eigenlijk het imago. Dat, daar, hebben we, daar hebben we last van qua imago. Mm. Ja? Veel meer als. Uh, ja, als dat imago ja, afhankelijk is van gewoon ja, een beetje trends en een beetje, ja, wat zie je het meest op tv. Ja, ja? Ja. Dus, ja, ja. Okay. We gaan dadelijk heel even hebben over, over het uh, programma. Het komend weekend, wat er allemaal te wachten staat. Maar we gaan eerst even kijken naar een uh, reportage die we maakten bij het uh, afscheid van Peter van Lamoen van uh, basisschool De Palster. Hij werd dinsdag feestelijk uh, ontvangen op school. En daar maken we de volgende reportage van. I just to be part of your symphony. Ik er uh, bijna 65. Denk ik denk nou, dat is heel mooi. Ik ga ook weer van andere dingen genieten. doe ik hier ook, maar uh, komen er komen andere is mooie zaken op mijn pad. Het is elke dag uh, heel bijzonder. Elke dag anders, zeg Binnen het onderwijs is ik zo. Maar vooral het plezier en uh, de ontwikkeling die bij kinderen zie, ja, daar, daar geniet ik elke dag van. Ja, je gaat uh, vandaag afscheid nemen hier. Wat is nou uh, jouw mooiste herinnering hier op deze school? Dat zijn goede vragen en heel moeilijk te beantwoorden. De mooiste herinnering, het is constant. De stralen, de kinderen die je ziet, de kinderen die plezier hebben, die verwonderd zijn van wat, er, wat ze zelf ontdekken. Het unieke wat ik dan weer zie in elk kind. Ja, dat, dat vind ik het mooi. En dat zijn af en toe opmerkingen van kinderen. De laagste kinderen komen nodig maar uit. ze in de klas. Kijk, hebben heb iets gemaakt. Ja, dat is super. Echt super. Ik kom eruit de periode dat je in boek de boeken had gezien en biologie, allemaal apart. En nu hebben we altijd één thema. En dat heeft mij gebracht van hoe mooi het is dat alles in verbinding staat. En al die vakgebieden geïntegreerd komen. En dan krijgen, kinderen krijgen allemaal ideeën, beginnen te prikkelen, krijgen eigen leervragen. Mogen ze zelf uitzoeken, maar dan ook nog eens presenteren. En dat, dat proces te mogen meemaken, ja, dat is het unieke van de palsen wat ik heb meegemaakt. Nou, er komt soms een tikje op de deur van meneer Peter. Mogen we hier even bij jou rustig komen werken? Want bij jou is vaak rustig kantoor. Dus dat ze voor straf bij de directeur moeten komen, of van de hoofd van de school zoals het vroeger was. Nee, nee, nee. Dat, uh, die tijd is gelukkig wel voorbij. Nu kom ik in de meer vanuit iets laten zien en even een rustig plekje. En van het feestelijk afscheid op uh, basisschool De Palster gaan we terug naar de tafel van de Reactor, waar uh, Joost van Hees zit. Uh, hij is voorzitter van uh, de Udense Badmintonclub en die uh, heeft komend weekend een groot feest, uh, Peter. 50 jaar, we hadden het er net al even over. Uh, maar jullie hebben een heel afwisselend feestprogramma het komend weekend. Wat staat er allemaal op het uh, programma? We beginnen vrijdag met een feestavond voor de senioren. Ja, dus uh, gewoon een beetje de boelen en uh, lekker wat feesten met uh, de partners. Dat doen we ieder jaar wel, maar nu uh, pakken we wat, uh, groter uit. wat groter uit. Zaterdag hebben we een uh, speciaal toernooi. We wilden dat eigenlijk een verrassing laten zijn voor de jeugd, want dat wordt uh, spelen in het donker. Glow, the, glow in the Dark, zo heet het. Okay, ja. Daar hebben we speciale attributen voor uh, ingehuurd. En dat betekent uh, yeah, dat we dus uh, yeah, met. Uh, ik Denk ik, lichtjes in het donker gaan benbetonnen, maar ja, ik weet nou, het Ook niet wel spannend voor de jeugd. Ik uh, weet het ook anders niet. dan anders. Anders dan anders, dus daar gaan we, en daarna natuurlijk uh, een, lekkere, een lekkere hap. En ja, wat drinken erbij. Dus, uh, dat gaan we op uh, zaterdag doen ja, in de Sticht. En op uh, de, de zondag hebben we een oud-leden-toernooi. Uh, ja, met ook eigen leden, zeg maar. We hebben zo'n uh, 60 opgaves, dus dat is, uh, gewoon, uh, daar zijn we dik uh, tevreden mee. Ja, en uh, dat gaan we op uh, de zondag doen. Op die zondag uh, zullen we ook een uh, kampioenenbord uh, onthullen. Ja, waarop uh, de kampioenen genoteerd kunnen worden voor de komende tien jaar. Ja. Voor de komende ik tien had, jaar. Ik, zijn er geen vijftig. Ik, ik had voorgesteld voor de komende vijftig jaar, ja. maar ja, dan zou het bord te groot geworden zijn. Okay, okay. Dus het is voor de komende tien jaar. Maar ik moet wel zeggen, jouw vraagstelling, inderdaad, van hoe lang wil die club nog bestaan? Maar ik wil toch nog wel even zeggen, al die mensen die ook bestuurd hebben. Mm. Ja, en al die tijd. Die hebben het wel allemaal moeten doen. En Slamis heeft veel ups, maar ook wel een paar kleine downs. Kleine, ja. Kleintjes. Ja. En ja, al die mensen hebben het toch maar willen doen. Ja. En dat is ook mijn oproep zeg maar, naar, ja, naar nieuwe leden toe. Van, uh, pak je verantwoordelijkheid mee en zorg dat, uh, dat die club uh, vitaal blijft en dat het vooral uh, gezellig is. We hebben daarvoor een, een speciaal welkomstpakket dit jaar. Ja, mm -hmm. Want we willen naar die honderd leden toe. Yeah. 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 En. Uh, uh, dat betekent eigenlijk dat degene die een, een lid meebrengt, ja, die krijgt uh, een extraatje, mm -hmm. ja, een consumptiebon aan de bar of zo. En degene die uh, lid wordt, ja, dus misschien ook iets voor jou, Filip, <laughs> ja, die krijgt een uh, voucher die hij kan besteden bij, onze, bij onze, een van onze sponsors. Ja, dat is Hebris ja, in badminton materialen. Okay. Ja? En als ik mag, we hebben twee belangrijke sponsors. Nou, de sponsors moeten we maar niet gaan vermelden. Nee, 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 nee. dan krijgen, krijgen wij problemen mee. Dus zeggen we niet doen. Ik snap dat sponsoren heel belangrijk zijn voor jullie als vereniging. Waar kunnen eventueel nieuwe leden zich melden? Kunnen ze een mail sturen? Kunnen ze iemand bellen? Ze kunnen een mail sturen naar www.slamis.nl. Ja, ze kunnen mij bellen. Ja, inmiddels, door de vele PR die we gedaan hebben, heb ik geen geheim 06-nummer meer. Ja, ja. Dat is heel duidelijk. Ja, ik, uh, ja, we hebben er hard aan getrokken zeg maar, om uh, het imago dichtbij, ja, dus uh, hoger op de kaart te zetten als uh, Bampton uh, Club Uden. Dus uh, heel laagdrempelig. Je kunt uh, op dinsdag en donderdag zomaar instromen. Je mag een aantal keren proberen. Ja. En uh, we gaan uh, op voor die 100 er, leden. De komende 50 jaar in ieder geval en naar die 100 leden. Ik wens jullie een, uh, een heel feestelijk weekend toe. En voor de komende jaren nog veel sportieve momenten, natuurlijk. Bedankt voor jouw komst naar de studio. En voor het aanschuiven hier aan de tafel van Reactor. En nogmaals dank. En daarmee komen wij bij het einde van deze aflevering van Reactor. De volgende keer zijn we er natuurlijk weer met een andere gast hier aan tafel. En dan hoop ik dat u weer kijkt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.